It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag spelen we een keer Call of Duty Black Ops 2. En wow, mijn 6 tips staan nog echt super hoog van het snipen net. Maar ik heb een keer hele rare streaks aangezet omdat ik die vergeten ben aan te passen. Maar spelen potje Team Deathmatch op de map Hijack met de A94. Oh, quick draw en adjustable stock natuurlijk. En de streaks, V-set, Dogs en de Swarm. En als we die kunnen halen, zal... What the fuck? Nou, als we die kunnen halen is misschien wel grappig, maar... Moeten we niet zo op zo'n rare manier doodgaan natuurlijk, maar... Vergeet natuurlijk niet jullie blauw duimpje omhoog achter te laten, helpt me natuurlijk enorm. Even kijken of wat mensen kunnen gaan killen. Let's go. Zo, dat ging even lekker. Enemies hebben een UAV. En een hunterkiller. Hoe ze daar komen, I don't know, maar ze zitten allemaal aan die kant. Weg hier. Nee, die hunterkiller komt weer op mij, natuurlijk. Net als ik bijna mijn V-set heb, op de helft van mijn V-set, komt er weer zo'n hunterkiller op mij. Dat heb ik altijd. Ik snap niet waarom ik heb flag jacket. Ik snap niet waarom die dingen daar niet tegen helpen. Gewoon raar, weet je, want hij werkt wel tegen een warmachine en zo. Oh shit. Maar hij werkt er weer niet tegen een hunterkillertje. Maar ja. Dan moeten we aan David zonder haar vragen waarom dat is. Daar ga ik me niet aan mee bemoeien. Zit er nog een daar zo? Het is goed, de spanners hier gewoon nog. Let's go. Iemand heeft me gezien daar. Oké, ik ga achter hem komen. That's another kill. Oh my god. Shooter down. Rennen. Nee, hij spant achter me! Fucking hell, hoe kan dat? Oh my god. Hoe de fuck kan die dan gewoon... Ik loop in een span en hij spant nog achter me. Normaal flippen de spans dan als het goed is, maar ja. Vandaag zeker weer niet, hè. Call of Duty neidt me gewoon altijd. Ja, doei. Oh my god, fucking hell. Jezus, wat gaat het slecht, jongens. Hoe staan we? We staan 18 om 6. Maar we hebben gewoon geen geluk, jongen. Hij spant gewoon in mijn rug. Wat sowieso wel onmogelijk is. Ja, en dan komt er nog een in mijn rug. Teammate, je bent echt een slechte teringhond, jongen. Oh, ik word weer eens een keer mad in Call of Duty, waar ik zo lang niet ben geweest. Oh. Maar er is nog tijd om ons streaks te halen. Patrol. Moeten we niet op die achterlijke manier doodgaan. Dus kom op. Ja, fuck sake man, wat doen jullie? Weet je hoe slecht ze zijn? Hij is zo erg gehit. Als we nu doodgaan, hè. Zitten allemaal rechts van me. Zo, ik ben weg hier. Spannen ze goed is weer daar. Zo waar ze net. Fuck sake man! Weer even op mijn V-set. Jongen. Ja, nu gaan we het niet meer halen ook. Jezus, wat is dit een kut lobby, jongen. Holy fuck. Ah. Ja, kijk maar. Deze gozer. Kijk waar hij mee speelt. En die schiet nog alles gewoon fucking scheef ook. Jongen, waarom ben ik zo mad in Call of Duty? Ja, jij lekt hem eruit.
We gaan dit nog niet eens winnen, man. Kom op, teammates. Hey. Kom op. Was het dood? Lekker teammate. Wow, one shot was hij, man. Ik zeg, je hitte hem met wel een boelen, maar die gaan we zo nog niet winnen omdat mijn teammates gewoon aids hebben. Kom op, we kunnen dit nog winnen. Kom op, kom op, kom op, teammates. Nee, kom op, teammate, nog één kill. Lekker, teammates. Holy shit, we hebben wel een comebackje gedaan natuurlijk, maar... We hebben geen enkele keer onze streak gehaald, omdat ik gewoon echt heel erg faalde en gewoon echt fucking noob ben. Maar 35-11 is nog wel ons eindscore, gewoon redelijk scoren. Dus mocht je wel genoten hebben van deze video, laat dan als jullie een blauw duimpje omhoog achter. Dat helpt mij natuurlijk enorm. En hoop ik jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus jongens, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer, mensen. Laters.